Het televisieprogramma De Tuinruimers van Rob Verlinde is de hele week in Amersfoort aanwezig. Een voortuin in de Denstraat krijgt een metamorfose en er wordt een speciale bebtuin naast de speelplek aangelegd. Deze werkzaamheden gebeuren allemaal in de wijk Soesterkwartier. Maandag ging het project van start en werd er begonnen met de bebtuin. Nou, Rob Verlinde van De Tuinruimers, we zijn hier in Soesterkwartier. Wat gaat hier vandaag gebeuren? Nou, eigenlijk hele spannende dingen, want zoals je ziet, hier gaat een speelplaats komen. Kun je zien, want er staan wat speeltoestellen die vervangen gaan worden, want dat moet natuurlijk mooi worden. Maar zeg nou zelf eerlijk, nou ben je moeder, je hebt een paar kleine kinderen en hier staan speeltoestellen. En hier moet je dan maar even bij gaan zitten om op die kinderen te letten, want die wil je niet alleen laten natuurlijk. Nou, zou je dat doen? Ik niet. Nou, ik ook niet, want je zit te koop voor de hele buurt. Het heeft geen intimiteit, het is niet leuk. De spoorwegen die heeft daar groen geplant om te zorgen dat het wat groener wordt. Maar dat hebben ze zo slecht gedaan. Dat wordt nooit wat. Dus dit blijft één kale bende. Dan is het ook een hondenuitlaatplaats. Die gaat er ook echt komen. En daar ga je niet tussen zitten. Nou, wat wij nou gaan doen. Dit wordt helemaal aangepakt, maar we gaan hier in deze hoek gaan we een tuin maken. Een vaste bank komt erin. Er komen bomen, een struik en een bloemen. Dus dan gewoon een prettige plek om te zitten. En dan kan je zo op je kroos letten. Dus het wordt gewoon een hele intieme, leuke hoek. En hoe lang gaat het duren? Nou, ik zou je vertellen, dit is toch een heel project, want het lijkt allemaal simpel. Maar dit moet ook allemaal af, ook die speelplaats. Die tuin die moet hier af. We zijn de hele week bezig. 5 dagen zijn we bezig en pas eind van de week is het af. Maar het is niet het enige wat we gaan doen, hè? Nee, we hebben begrepen dat u hier woensdag en vrijdag ook bent. Ja, de hele week. U gaat ook een voortuin maken. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wij hebben de straat, de Denstraat. Nou, als je daar binnenkomt, dan zie je allemaal vuilniscontainers staan. En één ding, gescheiden afval, dat is heel belangrijk. Dus er staan wel 3 containers per huis. Maar dat is niet echt een fraai gezicht. En nou ga ik bij 1 tuin ga ik een oplossing maken, dat je ze niet ziet. Maar ik ga ook een mooie voortuin maken, om te laten zien dat zo'n voortuintje heel mooi kan zijn. Dus ik ga een voorbeeldtuin maken. Ik heb net iemand verrast, die mevrouw wist van niks. Die is genomineerd door die hele buurt. Die vond dat we het bij haar moesten doen. Nou ja, de tranen waren overal natuurlijk, want ik ga daar een mooie voortuin maken. En dan voor de Denstraat geef ik ook spullen dat ze het ook zelf kunnen gaan doen. Dus ja, dat wordt een hele actieve week, hè? Nog even terugkomen op dit plein hier. De Bebtuin, hoe bent u op die naam gekomen? Nou, lekker beppen. Kijk, weet je wat het is? Er komt hier een bank. Er kunnen meerdere mensen bij zitten. En beppen is lekker met elkaar kletsen. Dat noem je de Bebtuin. Heel succes deze week. We zien u woensdag weer. Oké, helemaal goed, joh. De hele week wordt er hard gewerkt aan het project. Ook wij zullen er nog een keer bij zijn. Zo nemen we woensdag weer een kijkje bij De Tuinruimers en bekijken we de vorderingen.